En madame Rijker staat boven op de kachel. Niet aan de planten. Achteruit. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is nog goedemorgen. Het is 11:53. En madame Rijker staat boven op de kachel. Niet aan de planten. Niet aan de planten. Ze wou er graag naartoe. Nou ja, dan zet ik haar daarop. Ik kan in principe er zelf wel op springen, maar die kachel die is natuurlijk warm. Dus doen we het even op deze manier. Nou ja, ik ga eens op de uitkijk gaan zitten staan totdat Rebecca komt. Misschien ziet ze die wel aankomen, ja. Maar in ieder geval, dat komt ze al. Ja, Rebecca komt er al aan, dus die komt nou naar binnen. Hallo lieve schat! En ik heb geen belletje gekregen of Astrid komt, ja of nee. Dus ja, dat is ook afwachten. Oh. En ik ben boven bezig met de filter van de wasdroger. Dus druk, moet ik een schroevendraaier hebben. Een kruiskop. Ja. Okay. Hij staat al onder de douche. Ik heb de douche er al op gehad, maar het kan er nog niet bij. En dan moet ik weer met het geluid van de televisie nog weer aan de gang. Ook dat nog, dus ik heb druk. Ja, Rebecca, je hebt gelijk. Ja, en dat was er dus. Ik krijg eventjes door, maar ja, oké. Okay. Ik ken haar ook niks bommen. Maar niet hoor. Nee, daarom. Maar in ieder geval druk. En dan heb ik ook nog weer hoofdpijn. Ja, vannacht weer amper geslapen. Dan even zien hoe laat was het. 6:30, hè, dat ik nog rechtop zat. Ja. En dan heeft meneer Kandel, die oerlastig is, die heeft de factosodemieter ook gehad. Want ik kon het even niet meer trekken. Nee. Dus ja, rotnacht, rot start van de ochtend. Niks wil. Nee. Maar ik de 13e wel. Hoeveel is het vandaag? Het is de 31ste. Nee, ja, de 31ste. Het is omgedraaid. Nou ja, oké. Okay. Ja, 31 januari, vrijdag. Dus ja, welkom bij deze rommelvlog van Corina en de Beestenboel. Ja, jongen nog aan toe. Maar oké, lieve vrienden, geniet ervan. En ik ga een bakje koffie maken voor mezelf. En ik weet niet wat Rebecca wil. Koffie. Koffie, mooi. Dan doen we dat. En dan televisie. Geluid weer even goed zien te krijgen en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit met mijn schort klaar aan. Ja, ik ben al bezig geweest. Ja, ik weet nog steeds niet zo hard het komt hoor. Maar Rebecca is net de deur uit. Die loopt naar de auto toe waar ze de auto op mag hebben. Ik heb... Daar gaat ze. Ik heb hier ook kipfilet in de marinade staan. En dan ga ik zo lekker even bakken. En daarna gaat het in de soepan. Wat moet jij hier? Dat ruikt lekker, hè? Nee, ik krijg lekker niks. Nee, je hebt al genoeg gehad. Je eigen eten heb je laten staan, maar je hebt wel al het eten van de katten opgegeten. Ja. Daar heb je heerlijk van gestolen. En daar loopt meneertje Kandolf naar buiten. Daar gaat ie. Kandolfie! Achteruit, kom dan! Hallo! Kijk uit voor je staart! Kijk uit voor je staart. Ja, moet je uitkijken. Zo hè. Ja.
Ja. Zo. Hé, kerel. Ja. We hebben het weer goed gemaakt, hè, man. Ja, hè. Ja, hè. Ja. Vrouwtje was zo boos op jou, hè, vanochtend. Ja. Maar dat hebben we alweer goed gemaakt. Nou, die knort weer best. Maar ja, ik ga dus de kip lekker naar de koekenpan doen. En ik moet mijn pannetje met eten vergisten, wat ik over heb gehouden in de koelkast zetten. Dan heb ik dat morgen ook weer, ja. Dus ik ga aan de gang, zou ik zo zeggen, want anders kom ik niet klaar. Nee, en ik weet ook nog niet wat we gaan eten verder, want ik weet niet of ze komt, ja of nee, dat merk ik wel. Kan patat zijn, kan gebakken aardappeltjes zijn. Ik heb die andere aardappels om te koken. Ik weet het nog niet. Dan kan ik een rode koolnoot erbij doen, dat heb ik ook in de vriezer leggen. Dus als er komt, ja, dan zet ik dat gewoon op. Ja toch? Ja, ik zie het nog wel, ik ken alle kanten nog op. Ja hoor. Dat die gekke beesten. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. Doei! Ja, lieve vrienden, het is weer 17:32. Dus 2 minuten over 6:30. Ik heb mijn eten al op. Ja, en hoe komt dat? Omdat Astrid hier was, is dus net de deur uit. Weer richting het huis. Ja, en dat lekker op tijd. Dan heb ik vanavond weer, uiteraard, honger. Ja, want het is mij te vroeg om dan al nu op het eten op en de boel aan de kant. Ja, dat is voor mij niks. Dan krijg ik rond 9:30, 9:30 heb ik weer zin in wat te eten. Nou, dat wil ik niet. Daarom eet ik veel later. Dat ik niet halverwege de avond weer om eten moet maken of wat dan ook. Nee. Dan is een koekje of een schaaltje met chippy is dan eventjes lekker. Maar dan heb ik ook nog niet eens een vol schaaltje, maar een klein beetje. Maar nee, dan moet ik vanavond weer eten. Daar baal ik dan van. Maar ja, doet er niet toe, er is eten over. Ik heb in de koelkast nog eten staan van gisteren. Nou, dat staat daar goed. Dus eerst morgen dat maar opmaken en dan zien we wel weer. Ja, ik heb nou even genoeg in huis, klaar, al. Dus het is ook morgen om zo warm te maken in de magnetron en hopla, klaar hoor. Het is nog schuttelijke door elkaar, stampot rode kool. Ja, ik had rode kool, lekker. En een kipfiletje erbij, nou dat weten jullie, want ik heb het jullie laten zien. En nou, we gaan gewoon straks Rijka uitlaten. Ze ligt nou op de bank. Ik ben vanmiddag ook even met haar weg geweest, terwijl Astrid hier zat. En dan ga ik zo meteen weer even met haar lopen. Dan hoef ik aan het begin van de avond niet. En pas laat op de avond weer, voordat we naar bed toe gaan. Ja! En ik zal voor het nu zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Ga je te stappen, heel veel plezier. Zorg dat je niet dronken wordt, want dan krijg je gewoon geheid met een ander bonje. Ja, blijf helder van geest. Ga niet op de vuist, want dan kom je misschien of in de cel of in het ziekenhuis. Dat is niet nodig. Nee, doe dat niet, wees lief voor elkaar. Ook al gaat die ander tegen jou tekeer, oh, draai je om en loop weg. Ja! Dan heb je geen boodschap aan. Gewoon negeren. Juist. Gewoon negeren. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. En dat ga ik ook doen. Ik ga eerst met mijn lieve meid even te lopen. Daarna zet ik de computer aan. En dan ga ik wat doen. En even zien. 6:30 begint mijn ziekenhuisserie op RTL 5. Dat wil ik zien. Goede tijden, slechte tijden wil ik zien. En ik moet nog renderen weer. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen. En ik hoop dat het morgen net zo weer is als vandaag het was. Tenminste, het was al grijs, grauw en triest.
en miezerig, tenminste van, ja, vochtig. Je wordt er niet nat van, want het is vocht in de lucht. Dan ga ik naar mijn broertje toe, tenminste broertje, hij is 2 jaar ouder dan ik, maar dat doet er niet toe. Nee, naar mijn broertje en mijn schoonzus, ja. Even met Rijke ga ik lopend heen, dus dat wordt voor mij weer een prestatie. Ja, mag ik weer trots worden op mezelf. Maar dan moet wel het weer zo zijn zoals het ongeveer nou was, of nog beter. Maar geen regen dat ik drijfnat word. Nee, want dan zeg ik van sorry, kom niet. Nee, ik ga niet mijn eigen nat laten zeiken voor weet ik voor wat. Daar hou ik niet van. Nee. Maar in ieder geval, dan ga ik met Rijka er dus lekker heen morgenmiddag. Daar mag ik niet vloggen, want daar hebben ze een hekel aan. Dus ja, dan maar niet, dan doe je dat niet. Simpel, dan moet je respect voor hebben. Het is hun huis, niet dat van mij. Hier hebben hun de rekening mee te houden dat ik vlog. Ja, enkel te komen er dan niet op. Nee. Dat is net zoals vorig jaar met mijn verjaardag. Toen kwam mijn broertje ook op bezoek. En ja, ik vlog wel, maar dan hem er niet op. Nee, daar kan je nou helemaal niks aan doen. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is een blad leven. Ik weet het niet eens. Even kijken hoor. Eventjes geduld. Heb ik nog jeuk ook. 17 minuten over 2. De beestenwol is geboven. Ik ga erachteraan. Morgen moet ik 4:30 bij tijd weer opstaan. Want morgenmiddag moet ik, tenminste wil ik, op visite bij mijn broer en mijn schoonzus. En daar mag ik niet vloggen, nee. Nee, helaas, dat mag niet, maar dat doet ik niet toe. Nee, als ik terugkom, dan vlog ik toch weer, ja. Komt allemaal goed hoor, wat ik zou zeggen voor nu allemaal. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.